Nou, als je naar de hersenontwikkeling kijkt, dan zijn er een aantal stadia in. En die stadia die verschillen weer per hersengebied. In de baarmoeder worden er enorme aantal hersencellen gemaakt en dat gaat nog door tot ongeveer het vierde jaar. En dan hebben we de meeste hersencellen hebben gemaakt in ons brein en dat doen we de rest van ons leven mee. En die hersencellen die moeten dan zich verplaatsen naar de plaats waar ze komen, waar ze zich zullen ontwikkelen. En bijvoorbeeld in de hersenschors. En vervolgens krijgen ze contacten met andere cellen. En dat is per cel zo tussen de 1000 en 100.000 cellen met andere hersencellen. En dat proces van het vinden van de juiste contacten, dat gaat zeker door tot het 24ste jaar. Het gebied van de hersenen wat heel laat rijpt, is de prefrontale cortex. En dat is het gebied wat ook de morele kaders zet, dus zegt van stop hier, niet verder. En wat de impulsbeheersing voor zijn rekening neemt. En dat wil zeggen dat tot ongeveer het 24ste jaar het brein niet rijp is. Dat het brein juist in die prefrontale cortex nog aan het rijpen is. En dat er grote veranderingen plaatsvinden. En dat het kunnen remmen van de impulsen pas op zo'n 24ste jaar volwassen is. Hoewel de wetgever denkt dat wij op 18 jaar volwassen zijn, is het brein dus pas op zo'n 24 jaar volwassen. Tijdens de puberteit wordt het brein blootgesteld aan geslachtshormonen. Opeens stijgen de geslachtshormonen. En als je dan de vraag stelt welke hersengebieden zijn gevoelig voor geslachtshormonen, is het antwoord alle hersengebieden. Van het voorste deel van de hersenen tot in het ruggenmerg. Niet alle hersencellen, maar alle gebieden staan onder invloed van geslachtshormonen. En dat betekent dat het kind op die leeftijd moet leren omgaan met een totaal ander functionerend brein. En dat valt niet mee voor het kind niet en de ouders niet. Maar het heeft ook een evolutionaire betekenis, een evolutionair voordeel. Want in die periode worden kinderen geslachtsrijp. En ze moeten zich niet gaan voortplanten in de eigen omgeving. Want dan krijg je een stapeling van foutjes op het DNA, van mutaties. Dus wat moet er gebeuren? Ze moeten de pest aan hun eigen ouders krijgen. Ze moeten het avontuur willen zoeken. Ze moeten beslissingen nemen, uitsluitend op korte termijn. En vooral niet nadenken op de lange termijn. En een eigen omgeving zoeken en opbouwen ergens anders. En dat gebeurt er. Ja, de verschillen tussen mensen in de ontwikkeling is groot. In de eerste plaats is het zo dat meisjes zich vroeger ontwikkelen dan jongens. En dat verschil is ongeveer 2 jaar. Als je kijkt naar de kinderen van zo'n jaar of 12, dan zijn die meisjes zijn al jonge vrouwen en die jongetjes die zijn een kop kleiner en die lopen nog in korte broek. En dat is ook de reden dat die meisjes veel eerder hun werk goed kunnen programmeren zelf, heel geconcentreerd bezig zijn, terwijl die jongens heel speels van het ene onderwerp naar het andere gaan. En dat verschil in ontwikkeling, dat vind je door de hele middelbare school heen. Die meisjes lopen ver voor. En die doen het dan ook een stuk beter. Maar verder heb je natuurlijk binnen de meisjes en de jongens heb je ook grote individuele verschillen. Sommigen rijpen sneller dan anderen. Dat zijn forse verschillen. Nou, tijdens de puberteit willen die kinderen het avontuur. Uitzoeken hoe alles in de wereld in elkaar zit. Niet luisteren naar waarschuwingen, maar het zelf proberen. En daarbij hoort het experimenteren met stoffen die verboden zijn of stoffen die sterk worden afgeraden. En het zoeken van avonturen en het hebben van risico's is iets wat bij dat puberbrein hoort, omdat die remmingen nog niet tot ontwikkeling zijn gekomen. En dat is een onderdeel van die leeftijd die we ook moeten accepteren, waar we mee moeten leren werken. Voor de ouders betekent dat puberbrein natuurlijk enerzijds een belasting, maar anderzijds weet je zeker dat het voorbij gaat, hoewel het lang kan duren. En ik moet er niet aan denken, die leraren die ieder jaar weer een verse lading pubers krijgen, en dat gaat nooit voorbij, dat moet heel moeilijk zijn.